المشكلة عندنا في هذه الأيام عند كثير من الناس إلا من رحم الله. Problem bij heel veel mensen vandaag de dag behalve wie Allah عز وجل genadig is. حب الاستطلاع. Ze willen graag gezien worden en kijken. يريد يعرف كيف يكون السحر. Hij wil weten hoe السحر in zijn werk gaat. فيبدأ يقرأ في كتب السحرة. En dan gaat hij lezen in de boeken van de tovenaars. طيب يقرأ في كتب السحرة ماذا يحدث؟ Wat gebeurt er als hij in deze boeken leest? يحضر الجن والشياطين. Dan gaat hij jins oproepen en de duivels. ويكفر. En dan is hij ongelovig geworden. لأن هؤلاء لا يعلمك السحر إلا بالكفر. Want deze duivels die leren jou of deze tovenaars leren jou die سحر niet behalve totdat je ongeloof begaat. يقول أريد أتعلم كيف يكون مثلا الكلام الذي يقوم به تحذير الشياطين. Hij wil bijvoorbeeld weten wat voor woorden of spreuken hij dient te gebruiken om deze duivels op te roepen. يقرأ فتأتي الشياطين وماذا يصنع؟ لا يستطيع أن يصرف هؤلاء الشياطين. بماذا؟ بحب الاستطلاع. Hij leest dan vervolgens deze spreuken op en vervolgens verschijnen die duivels en komen ze tevoorschijn. Maar hij wil ze dan verdrijven, dat ze weer weggaan. Maar hij is niet in staat. En de oorzaak hiervan was het puur het feit dat hij zegt van ik lees alleen om te bladeren. Dat is het gevolg ervan. إذا لديك فراغ ماذا تصنع؟ اعبد الله قراءة قرآن صلاة نعم. Als je vrije tijd hebt, benut dit dan door het gebed te verrichten en het reciteren van de Koran etc. Nou.